Yo, mijn naam is Jesper en welkom bij een nieuwe 10. Met dit keer 10 rare oorlogswapens. Laten we maar snel beginnen bij nummer 10. Actief ontkenningssysteem. Een alternatief voor traangas dat werkt door middel van sterke en hoge radiogolven die een brandend gevoel veroorzaken. Het veroorzaakt geen permanente schade, maar staat bekend als de pijnstraal. Nummer 9. Yokosuka MXI-7 Oka. Ook bekend als de kersenbloesem. Dit was een kamikaze-bommenwerper met een bom van zo'n 1300 kilo in zijn neus. De piloot boorde het vliegtuig met een snelheid van 750 km per uur in een vijandig schip en liet zo de bom in het hart van het schip afgaan. Nummer 8. Anti-tankhonden. In de Tweede Wereldoorlog trainden de Russen honden om met een bom onder een tank te rennen, zodat deze vernietigd werden. Het kwam nog wel eens voor dat de honden terug naar hun baasje renden, waardoor deze dus ook omkwamen. Nummer 7. Meteorhamers. Een touw van zo'n 3,5 meter, met aan het einde 1 of 2 ijzeren, soms brandende bollen. Het is een van de moeilijkste wapens om te hanteren en komt oorspronkelijk uit het oude China. Nummer 6. Archimedes-klauw. Ontworpen door Archimedes en bedoeld om de Syracuse te beschermen tegen de Romeinen. Het was een lange arm met een klauw die schepen uit het water tilde, waardoor deze braken. De Romeinen dachten lange tijd dat dit een monster was. Nummer 5. Brandende varkens. Rond 240 voor Christus werden varkens ingezet in de oorlog door ze te overgieten met olie en vervolgens in brand te steken. Het gegil en het zien van de brandende varkens werd gebruikt om oorlogsolifanten af te schrikken. Nummer 4. Sharkram. Origineel bedacht door Xena, de god van de oorlog. Het was een frisbee met scherpe stalen randen. De Sikhs in het noordwesten van India gebruikten dit. En wanneer het goed gegooid werd, ging het door vlees en bot. Nummer 3. Het eendepootpistool. Een pistool waarvan de loop de vorm van een eendenvoet had. Het was ontworpen om vijanden in alle richtingen te doden, maar het was vooral erg onsuccesvol. Nummer 2. Urumi-zwaard. Een zweepachtig zwaard van ongeveer 1,5 meter, met soms meer dan 1 lemmet. Algemeen geaccepteerd als een van de gevaarlijkste en moeilijkste handwapens in de geschiedenis. En dan op nummer 1, dolfijnen. Het Amerikaanse leger trainde dolfijnen om zeemijnen onschadelijk te maken. Ook konden ze giftige pijltjes schieten. Na orkaan Katrina zijn 36 oorlogsdolfijnen zoek geraakt. De 10 engste wapens van de toekomst. Ben jij nou benieuwd naar deze video? Klik dan op de oplichtende video op het scherm of klik even rechtsboven in de infocard. Je kan natuurlijk ook altijd even in de videobeschrijving kijken, want daar heb ik een linkje gezet. Abonneer op 10 mocht je dat nog niet gedaan hebben en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe 10. Tot ziens!